De niet-residerende ambassadeur van Israël in Suriname, Itay Bardo, heeft een donatie gedaan aan het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR. De overhandiging is gedaan door de honorair consul van Israël in Suriname, Jules Fernandez. Hij gaf voorafgaand aan de overhandiging aan dat het een eer is om het land dat samen met de stichting Mashaf werkt uit te dragen. Volgens Luciano Truideman, directeur van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zal de geste zeker bijdragen om het werk van het NCCR te vergemakkelijken. Mashaf does more than just provide aid, they provide training. And it's interesting for Suriname, a good opportunity to learn more about the opportunities to take part in the knowledge sharing effort that Israel does internationally. With this, I think, you know, I talked enough. It's about the boats and the aid. So between our Minister Ramdin and Israel, it was arranged that we get aid. And Colonel Slenghardt said, we need boats. So here they are. And I trust they will be put to excellent use. We express appreciation to the government of Israel for its response to our appeal in providing necessary humanitarian aid. We wholeheartedly accept the emergency equipment consisting of boats and outboard motors and other equipment of Israel. The equipment will certainly benefit the work of the National Coordination Center for Disaster Relief, NCCR, in providing the much needed emergency relief to the flooded affected communities in the interior and other areas in Suriname. Volgens Jerry Slijngaard, coördinator van het NCCR, zullen de boten en het ander materiaal de organisatie in staat stellen sneller te reageren op de verzoeken en de zaken die zij naar het binnenland moeten brengen. Toen wij vanuit de minister van Buitenlandse Zaken van Suriname het bericht kregen dat op het verzoek van Suriname voor hulpverlening in het kader van de rampgebieden en dat Israël daarin wilde inspelen, hebben wij natuurlijk direct aangegeven wat een van de grote problemen was. En een van de grote problemen die wij hebben gehad is de logistiek en wel het transport van de noodhulpgoederen naar de diverse gebieden die onder water waren. Gelukkig heeft Israël onmiddellijk ingestemd met de keuze die NCCR heeft gemaakt om dus de overhandiging te doen van de vaartuigen aan Suriname. En wij zijn heel erg blij dat dit niet alleen voor nu goed gaat zijn, maar dat het ook een structurele hulp is aan NCCR om dus ervoor te zorgen dat ook in onverhoopt meerdere gevallen dat wij deze spullen weer kunnen inzetten. Ik wil dus zeggen dat deze hulpzending van Israël aan Suriname heel erg geapprecieerd wordt. Niet alleen door ons als NCCR, maar zeker ook wanneer ze worden ingezet in de diverse gebieden. De donatie bestaat uit 2 boten, 2 buitenboordmotoren, 20 zwemvesten en brandstoftanks voor de boten. Slijngaard geeft verder aan dat er nog aanvullend apparatuur vanuit het buitenland komt en dat zijn commandotenten en een trailer voor de boten.